Is het je wel eens opgevallen bij het opendraaien van een frisdrankfles dat er dat gas wat eruit spuit omdat het onder druk stond, dat dat koud wordt, dat de temperatuur dat die naar beneden gaat? Dat kon natuurlijk doordat de druk waarmee het dus in die fles zat in één keer naar de omgevingsdruk toe gaat door het openen van die dop. Dat het gas dat spuit eruit, de druk wordt lager, dus de temperatuur daalt. Het volume wordt groter, de temperatuur daalt. Dit proces gaat zo snel dat er geen warmte vanuit de omgeving naar dat gas toe kan. Dat kan niet, omdat het zo snel gaat. En daardoor neemt die temperatuur zo snel, die daalt zo snel, dat je daar ook soms wel eens condens ziet. Je ziet daar een soort een mist ontstaan in die hals van die fles. Dat zie je bij een bierflesje, dat zie je bij een frisdrankflesje. En de natuurkunde zou de natuurkunde natuurlijk niet zijn als we dat niet konden uitrekenen. Nou, dat ga ik eens even doen in dit filmpje. Ik heb daarvoor twee formules nodig. De algemene gaswet, die ga ik gebruiken. En die luidt PV gedeeld door T is constant. Oftewel in situatie 1, dat is in de fles. Dat is hier zo, dat noemen we even situatie 1. En dit noemen we situatie 2. En daar moet hetzelfde voor gelden. Dat druk maal volume gedeeld door de temperatuur hetzelfde getal oplevert als in die has. Dat is de algemene gaswet. Nou, het gas wat erin zit is trouwens CO2, koolzuurgas. Dat heeft zo zijn eigen specifieke constantes. Dat kom ik zo meteen nog wel op. En dat hebben we nodig voor dit proces. Dat proces noem je, omdat er geen uitwisseling is met de omgeving van warmte, is dat een proces dat noem je adiabatisch. Adiabatisch proces, geen warmteuitwisseling tussen jouw volumetje aan gas wat je daar bestudeert en de omgeving. Omdat het zo snel gaat, is dat in dit geval een goede aanname. En de formule die daarbij hoort is een beetje een aparte. Dat is P maal V. Die heb je ook niet gehad op de middelbare school. Sorry, dat ik het verkeerd om. CP gedeeld door CV. Die is constant. Nou, hier staan een paar dingen die je niet kent. P staat voor druk, V voor volume. CP is eigenlijk een soortelijke warmte van het gas als je het zou expanderen bij constante druk. En dit is als je het zou kunnen laten opwarmen bij constant volume. Dan verandert de druk. Dit zijn getalletjes die kun je vinden in tabellen. En dat hoort bij een adiabatisch proces. Dit formuletje ga ik even gebruiken. Kun je ook vinden op Wikipedia. Als je zoekt op adiabatische expansie of zoiets, dan zie je deze formule wel tevoorschijn komen. Hij is constant, dus in situatie 1 is die hetzelfde als in situatie 2. Dus zo. Waarbij deze getalletjes, die CP en CV, niet veranderen, want dat is een eigenschap van het gas. Nou, deze formuletjes, 1 en 2, heb ik allebei nodig om dit sommetje tot een goed einde te brengen. En nog eventjes een begintemperatuur. En die begintemperatuur in situatie 1, noemen we even T1, is even 8 graden Celsius. Maar omdat in de algemene gaswet we altijd in Kelvin moeten werken, omdat anders die formule niet klopt, moeten we dat even ombouwen. Dat is dus die 273,15 graden die er altijd zit tussen de temperatuurschaal in graden Celsius en in Kelvin. Plus 8 graden is dan 281,15 Kelvin. Dat is T1. Oké. Okay. Verder hebben we nog die gekke CP en CV nodig van koolzuurgas. Nou, ik heb het al even voor je opgezocht. Dat was een CP van 0,844 en een CV van 0,655. Dat betekent als ik die twee op elkaar deel, dan krijg ik een waarde van 1, CP gedeeld door CV is 1,288. Nou, even afgerond 6. Dat is dus dit getalletje. Nou, als we dat eens nou gaan gebruiken, dan ik weet dus mijn
Begin. Nee, ik weet eigenlijk nog niet zo heel veel. Laat ik eerst eens eventjes wat duidelijkheid scheppen in dit hele beginnetje. Want mijn druk hier in 1, die moet ik eventjes erbij zetten. P1. P1 is typisch iets in de orde grootte van 2,2 bar. Zoiets als de druk in je fietsband. Dat is de druk die er in die hals zit. Die nemen we even aan als een bekende. Dit is wel een goede waarde, hoor. Die heb ik ook opgezocht op internet. En dat volume wat hierin zit, dat moeten we even weten. En dat weet je niet heel erg, maar dat maakt voor het sommetje eigenlijk niet uit, omdat het een verhoudingsgetal is. Dus al zou dit een liter zijn of een kuub, dat maakt voor het sommetje, voor het eindantwoord niet uit. Die temperatuur die daalt doordat het volume toeneemt met een bepaalde factor. En hoeveel volume dat dan is die met die factor toeneemt, maakt dan in feite niet zoveel uit. Dus ik kan voor het sommetje wel eventjes heel makkelijk aannemen dat die V1, nemen we gewoon even 1 liter of zo. Maakt niet uit. Ook omdat deze eenheden hier en daar, of dat nou liters zijn of kubieke meters of kubieke centimeters, kubieke inches, dat maakt eigenlijk geen rol uit. Omdat ik ze links en rechts van het isteken er ook weer door een bepaalde factor kan delen of vermenigvuldigen. Nou. Genoeg gezegd, V1 is 1. P2, dat is de omgevingsdruk. Het gaat naar de omgeving toe en P2 is de omgevingsdruk van, ja, in millibars is het altijd 1013, maar in bars is het dan 1,013 bar. Nou, weer zoiets. Eigenlijk zou je in natuurkundeformules graag werken met pascallen, de druk in pascal. Waarom dat ze links en rechts staan en er alleen maar gewoon een factorverschil zit tussen een druk in bar en druk in pascallen en bar. Dan kun je links en rechts weer met dezelfde factor vermenigvuldigen en dan valt die er ook uit. Dus los van dat het je in de war zou brengen, gewoon werken in bar als er links en rechts maar hetzelfde is. Okay. Dus P2 is 1,013. Dan is de enige onbekende die er nog in staat, die V2. En die kunnen we uitrekenen. Nou, dat is een sommetje die ik eventjes aan jullie overlaat. Dat je kijkt of je dat zelf zou kunnen. De truc zit erin dat je op den duur, je haalt die V2 met die exponent erbij. Die laat je staan, die P2 daar deel je door. En vervolgens doe je links en rechts tot de macht CV gedeeld door CP. Dus het omgekeerde van dit. En dan verdwijnt hij bij deze en dan komt hij erbij bij die P1 gedeeld door P2 en hij verdwijnt bij die V1. Nou, moet je maar eens doen. Ja. Kun je uitrekenen en dan komt eruit dat dat volume, die eerst 1 was, vergroot wordt tot maar liefst 1,8. Ik moet even precies weten. 2, 5, 8, 2, 5... Ja, 4,9, 8,2,5,5. Zo. Liter. Dus een factor 1,8255 groter. Nou, als we dat weten, dan kunnen we dit weer gebruiken om naar dat andere formuletje toe te gaan. Naar onze formule 1, de algemene gaswet. Om dat daar in te vullen. En dan weten we P1, die wisten we, die was 2,2 bar. P2, die wisten we, want die is 1,013, de V1, die wisten we, dat is 1 liter. De V2, die wisten we, dat is dit. De T1, die wisten we, want die was 281,15. Dus de enige onbekende die er dan nog in zit, is die T2. Precies degene die we willen weten. Nou, als we dat invullen, zouden we erachter moeten komen. Gaan we het eens eventjes neerzetten. T2 is P2 gedeeld door P1 maal V2 gedeeld door V1 maal T1. Ik heb eigenlijk niks anders gedaan dan deze formule omgeschreven naar T2. Waarbij ik eventjes de druk en de volume allebei zo heb neergezet. Alsof ze een soort van drukfactor en een volumefactor zijn. Dit mag je ook allemaal als één breuk schrijven. Maakt voor het eindantwoord niet zoveel uit. Maar het is ook wel een goede oefening om voor jezelf te kijken of je ook op dit resultaat zou uitkomen als je deze omschrijft. Wat ik gedaan heb, is ik heb hier eventjes allebei de breukjes omgedraaid. Dat mag links en rechts, dat is eigenlijk tot de macht min 1 doen. Dan draai je teller en noemer om en aan de rechterkant ook. Dan staat TE2, die staat boven.
dan staat die P1 en V1 hier aan de linkerkant, die staat onder. En dan vermenigvuldig ik links en rechts met P2, V2, dan staan die P2 en V2 boven. Dus P2 en V2 staan boven, P1, V1 onder. En die T1 die stond dan op dezelfde hoogte als de T2. Nou, deze die kunnen we invullen. We weten alles, want dan komt hier te staan. Moet ik even kijken, P2 is 1,013 delen door 2,2. Het volume, dat is V2, is 1,8255 delen door 1. En dat maal de begintemperatuur van 281,15 Kelvin. En dat is dan, als ik dat intik, dan kom ik uit op 236,323 Kelvin. En dan trek ik even voor het gemak weer 273,15 vanaf. Want dan hebben we in graden Celsius. En dat is dan min 36,8 graden Celsius. En dan hebben we hem opgelost. Want we draaien de dop open, gas spuit eruit, de druk daalt van 2,2 naar 1,013. Het volume hebben we volgens die adiabatische formule, de formule voor een adiabatische expansie, die hebben we toegepast voor het gas CO2 met zijn CP en CV-waarde. Kwamen we uit op een volumevergroting van 1,8255. Die stoppen we in de algemene gaswet. En de enige onbekende die er nog overblijft is de temperatuur die die in de tweede situatie heeft. En die hebben we uitgerekend en die komt op min 36,8 graden. Een temperatuur waarbij die zo koud is dat inderdaad je wat aan de rand van waar dat gas dan weer raakt met de lucht, dan gaat misschien wel wat waterdamp condenseren. En dan zie je een beetje een soort van wolkje ontstaan. Een beetje mistachtig iets. Dus dat kan ik me nou voorstellen bij deze temperatuur. Maar hiermee is het probleem opgelost in feite. Zo werkt dat.